Anja mist haar inloophuis Karabee in Leiden heel erg. Om mee te maken dat je misschien wel doodgaat, dat kunnen mijn vrienden niet voor. Ze kunnen wel meeleven, maar niet inleven, denk ik. En dat gevoel heb je hier wel. Er zijn heel veel gastvrouwen die zelf ook kanker hebben gehad, of in ieder geval mee te maken hebben gehad. Je lotgenoten waar je mee kan praten. Dat is heel anders als familie. Scarabée probeert toch zoveel mogelijk contact met haar gasten te houden. Sommige activiteiten kunnen goed online. Hè? Als je het hebt over een visualisatie of een meditatie. Dat vinden mensen prettig om aan deel te nemen. En ook telefonisch contact. Dat is wel iets wat we aanbieden aan de gasten die daar behoefte aan hebben of dat prettig vinden. Ik mis voornamelijk het spontane om even langs te gaan. Normaal kon je gewoon even, er staat er een bord buiten, de koffie zat klaar. Kan je erin komen. Activiteiten die natuurlijk zijn vervallen, waardoor je ook veel minder hier komt. Maar dat is niet het enige waar het inloophuis mee worstelt. Financieel staat Scarabée er niet rooskleurig voor. Toen kwam corona en we waren net van plan om met serviceclubs allerlei evenementen te gaan organiseren om toch maar dat extra geld binnen te krijgen. En alles viel in duigen. Met dank aan een actie van KWF Kankerbestrijding voor de inloophuizen blijft het hoofd nog net boven water. Maar om te kunnen blijven draaien is meer nodig. Bijvoorbeeld subsidie van de gemeentes die gebruik maken van het inloophuis. Leiden geeft al 10.000 euro per jaar. Ik moet zeggen, gemeente Katwijk heeft voor 2021 5.000 euro toegezegd. Nu alle andere gemeenten nog, Noordwijk, Teylingen, noem maar op. Ja?